In het centrum van Sint-Niklaas kan je er niet omheen. Coup de Ville 2013 is begonnen. WARP, een organisatie voor de promotie van hedendaagse kunst en cultuur in de regio Waasland, stippelde voor deze editie een parcours-tentoonstelling uit in het centrum van de stad. Het is de tweede editie van een stadsentoonstelling. In 2010 vond de eerste editie daarvan plaats, dus het is eigenlijk een triennale geworden. En we gebruiken verschillende panden hier uit de stad, waarbij we na dit weekend al gemerkt hebben dat zowel inwoners van Sint-Niklaas als van daarbuiten werkelijk verrast zijn door de verrassende architectuur die zeer divers is hier in de stad zelf. Het is eigenlijk een architecturale wandeling, zou je kunnen zeggen, waarbij je op die verschillende locaties iedere keer een specifieke werk aantreft van een kunstenaar dat specifiek ook gemaakt is voor deze tentoonstelling. Ik denk dat de troeven van Coup de Ville bestaan uit een fantastische wandeling, waardoor je de stad met verborgen tuinen, merkwaardige architectuur leert ontdekken en dat je ook iedere keer geconfronteerd wordt met kunstenaars die nu misschien relatief onbekend zijn, maar die binnen de komende jaren de grote namen van de kunstwereld zullen worden. Er zijn in feite twee locaties van waar je de promenade kan starten. Dat is het Volkshuis, dat weinig ontsloten wordt, maar een van de mooiste Art Deco gebouwen is uit Sint-Niklaas. Met een werk dat bijzonder verrassend is. Het is een samenwerking met de lokale harmonie. En dan heb je hier natuurlijk het huis Jan Buitaert, de Apostelstraat bij het Apostelpleintje. En dat ligt allemaal in het midden van de stad natuurlijk. In het huis Jan Buitaert staat komend weekend trouwens een heel speciale activiteit op het programma. Komend weekend spelen we eigenlijk in op de functies die het gebouw later gaat krijgen. We hebben hier een lezingenzaal. Er gaan hier ook etentjes door en zo. Maar zeer merkwaardig is toch wel dat Yannick van de Velde, een van de twee deelnemers aan de laatste Koningin Elisabeth-wedstrijd, dat hij hier dus concert komt geven. Komende zaterdag om 8 uur 's avonds speelt hij Haydn, hij speelt Debussy en hij speelt Bartok. Hedendaagse kunst ontdekken in Sint-Niklaas. Het kan nog tot en met 13 oktober, telkens op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.